Ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren om homohuwelijken te sluiten, hebben niets bij de gemeente Den Haag te zoeken. Dat stelt wethouder Karsten Klein in zijn emancipatienota. Klein wil verder meer vrouwen aan het werk en meer mannen actief in het huishouden. Een mannen-emancipatieteam gaat voorlichting geven om de acceptatie van homo's te vergroten. De Haagse PvdA wil dat het horecaschip Prinses Zeelandia in de haven van Scheveningen komt te liggen. Twee Haagse ondernemers willen op de boot ongeveer 100 mensen via een reïntegratieproject aan het werk helpen. Den Haag vindt de boot van 110 meter te groot voor de haven, maar de PvdA wil de gemeente op andere gedachten brengen. De beelden van Den Haag sculptuur op het Lange Voorhout zijn ingepakt uit protest tegen de cultuurbezuinigingen. De beelden zijn verdwenen onder zwart plastic met erop een groot wit kruis. De actievoerders en Den Haag Sculptuur willen het publiek daarmee duidelijk maken wat er straks aan kunst verdwijnt door de bezuinigingen.